Amerika, gebrand op een regeling van het conflict, stelt eind 1947 een schip ter beschikking als neutraal conferentieoord, de Renville. De overeenkomst daar reikt nauwelijks verder dan het Linkadjati-akkoord. Bang voor een Nederlandse doorstoot naar hun laatste bolwerk Djokja, beloven de Republikeinse politici dat ze hun soldaten zullen terugtrekken uit het door de Hollanders bezette gebied op Java. De concessie is een bittere pil voor de Indonesische militairen. Het zal binnen de Republiek niet het laatste twistpunt zijn tussen politici en generaals. Ja, de situatie was zo. Het was op dat punt dat wij de strijdwijze al gevonden hadden. Dus we wisten hoe we moesten strijden. En dat is het de facto gebied in de Dessa's onderhouden met een guerrillabestuur. En dan lokale troepen voor territoriaal te bewaken en onze troepen te ageren tegen de Nederlanders. Dus het offensieve gedeelte. Dat was de periode juist eind 47, december ongeveer, waren we bezig om de troepen heel West-Java weer terug te verspreiden op deze manier. Toen waren we alleen net zuiden in de bergen. Net op het punt, we waren al in beweging voor dit kwam de order naar Djokja. Dat is net, je bent bezig iets lekkers te eten, laat je zeggen zo, wordt gezegd. Wordt het eten weggehaald, laten we zeggen, dat gevoel hadden wij. Woedend. Ja, maar Djokja zei dit, en ik kan begrijpen, nooit officieel. Ze hadden het gevoel, als zij niet accepteren dit, dat zouden Nederlanders doorstoten naar Djokja. Toen was het woord doorstoot Djokja, was altijd in het bewustzijn van die mensen. Ik kan begrijpen natuurlijk dat we hebben het gevoel opgeofferd te zijn. Dus bij het begin heb ik ook besloten, ik ga niet. Maar ja, onze verbindingen waren niet zo goed. Ze hebben vanuit Jakarta onze randtroepen al bereikt. En al teruggehaald eigenlijk om te evacueren. Dus ik wist het later als commandant, want het was nog dieper in de bergen. Dus de helft was al weg voordat u het wist? Ja, die waren in de stad. Ja. Begin 48 komen de Republikeinse strijdkorpsen uit hun guerrilla-achtige schuilplaatsen tevoorschijn. Hun aantal is groter en hun gedrag gedisciplineerder dan de Nederlandse legerleiding zich zal hebben voorgesteld. Teruggesteund door de gunstige Renville-overeenkomst versterkt het Nederlands gezag zijn greep op Java. Deel van de maatregelen is een verscherpte controle op de toevoer niet alleen van wapens, ook van andere vitale benodigdheden die geacht kunnen worden de zaak van de revolutie te dienen. In het Republikeinse kamp groeit ook daardoor het ongeduld en het verschil van mening over de te volgen lijn. De binnenlandse situatie was slecht. Vanwege die blokkade. Er waren geen kleren genoeg, er waren geen medicijnen, er waren geen communicaties. Wij moeten fietsen. Er zijn auto's, geen banden. En de treinen die zijn chockvol. Eten is voldoende. Eten is wel voldoende, redelijkerwijs voldoende. Maar ondanks dat natuurlijk, die spanningen vanwege die blokkade. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom de mensen beginnen te wantrouwen aan de regering en aan de goede bedoelingen van de onderhandelingen, goede bedoelingen van de Hollanders. En als iemand begint te wantrouwen en in wanhoop is en hun maag is leeg, er zijn moeilijkheden, dan worden ze makkelijk communisten. En zo is die communistische groei aangewakkerd verder. En dus, toen dus Amir Sharifuddin niet meer aan de leiding was van het kabinet. Hij moest een oppositie voeren. En hij zag dat via democratische middelen het niet kon. En hij had al die beloften van Mousseau dat misschien buitenlandse machten ook een beetje ons zullen helpen. Toen kwam dus op 18 september 1948 die proclamatie in Madiun van een zogenaamde Sovjet
staat in de Republiek. En dat is niet getolereerd door, nog door Sukarno, nog door Hatta. En onmiddellijk hebben ze dus de oorlog verklaard. Hè. Hebben ze dus, nee, we moeten dat onderdrukken. Ik kwam laat in de middag bij de president en hij zei, Nas, wat moeten we doen? De sultan zat naast hem als minister van Binnenlandse Veiligheid. Nou, ik zal even piekeren. Geeft u me tijd, ik zal een heel plan maken. Ik ben me gaan afzonderen in een kamer in het paleis. En ik heb een plan gemaakt. Ten eerste meteen de andere gebieden, alles wat met communisme te maken heeft, ontwapenen en oppakken. Ja. Ten tweede, zo snel mogelijk troepen maken voor een operatie naar Kediri. En zo is geworden een presidentiële order. Maar het kabinet was nog niet bij elkaar, want het is zondag. Sommige ja, ministers waren in Solo, in Purworejo, ja, in Kaliurang. Was tegen de middernacht was het kabinet compleet. En Pak Deerman was net aangekomen ook van Magelang, was al klaar. Toen ging de staatssecretaris voorlezen het concept. Toen vroeg de president hoe tegen de ministers. Ik was erbij en generaal Sudirman ook. Alleen één minister sprak, dat was de minister van Buitenlandse Zaken, die oude heer Haji Agus Salim met een lange baard. Hij zei, als het land in nood is, is het woord aan het leger, zei hij. Dat was heel eenvoudig. En de anderen zeiden verder niks. Dat is oké. En de president heeft tijdens de zitting getekend en aan Pak Deerman overhandigd. Maar ik was voor de vergadering al zeker van mijn zaak. Er zijn nogal wat communisten toen over de kling gegaan, geloof ik, hè? Ja, eigenlijk niet direct. Veel niet-communisten eerst door hun, laat ik zo zeggen. Ze hebben behoorlijk veel vermoord. En toen onze troepen al kwamen natuurlijk, ging het omgekeerde gebeuren. Ja. Zij zijn begonnen. Ja. Hoeveel slachtoffers waren er? Nou, dat is de tijd dat je geen statistieken erop nahield. Ja. Dat is niet mogelijk in die tijd. Ja. Schatting? Nou, dat is denk ik wel duizenden. Ja. Ik durf niet meer te zijn, duizenden te zijn. De zaak Madiun is die van Musso, Indonesisch communist van het eerste uur en net terug uit Moskou als hij het sein geeft voor de coup tegen Sukarno. Hij zal de opstand niet overleven, zo min als duizenden van zijn aanhangers. En wat hij onbedoeld teweeg brengt is een aanzienlijke stijging van het prestige van Jokja in de ogen van de Amerikanen. De Republiek is immers bereid en in staat gebleken op eigen kracht het communisme de baas te blijven.